Amsterdam is sowieso mooi, dus het is gewoon een prachtige stad. Dus wat heb ik gedaan? Zelf mijn eigen paletje samengesteld. Vlog family! Dus, we gaan koken. Ja. Smaak aan die kip. Hey, and watch me whip, whip, watch me nee, nee, hey! En dan uiteindelijk krijg je die lies. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta hier nu met opzet op de grachten. Waarom? Omdat ik jullie dit even wil laten zien. Mijn werk is zeg maar hier. Dit is de Herenstraat. En ik kijk zo de grachten over. En je ziet gewoon, het is één kille koude bedoeling inmiddels. Blaadjes, dorre bomen. Het is echt serieus, mijn handen vriezen eraf op dit moment. Het heeft ook wel weer wat. Ik heb er alleen niet zoveel mee. Serieus, ik vind het toch altijd zonde of zo. Ik hou gewoon veel meer van dat alles groen is. Moet je nou kijken. Zeg maar, als het zomer is, is alles groen. Dus dan heb je zoveel mooie bomen die hier staan. Het straatbeeld is zoveel mooier. En nu is het wat het is. Mijn vingertoppen vriezen eraf. Maar ja, het is niet anders. Dat is winter. Ik ga weer snel naar binnen. Ik had even boodschapjes gehaald bij de Albert Heijn. Maar dit is de andere kant trouwens. Het ziet er eigenlijk... Ja, Amsterdam is sowieso mooi. Dus het is gewoon een prachtige stad. Maar toch... Oké. Ik neem jullie weer even lekker een paar dagen mee. In mijn leven. Welkom. Ga lekker zitten. Neem wat te drinken. En zie je zo. Oké, mensen. Even een make-up technisch stukje. Ik heb... dat is wel leuk. Dat hebben jullie misschien vaker gezien in mijn video. Hier aan de overkant is Cosmania. En Cosmania is een winkel waar ze gewoon heel veel schoonheidsproducten verkopen. Waaronder Inglot. En Inglot is een make-up merk wat vrij betaalbaar is. En ze hebben hele mooie paletjes. En oogschaduwkleuren voor maar 7 euro. Dus ik heb echt... Ik hou echt van heel veel paletten. Maar heel veel paletten, er zit overal glitter in. Dus wat heb ik gedaan? Zelf mijn eigen paletje samengesteld. Met warm, zwart, aarde tinten. En ja, je kan het niet heel goed zien. Zo zie je het beter. Dit is gewoon een palet wat ik heel vaak gebruik voor basismake-up. Maar ik heb natuurlijk weer 2 extra kleurtjes gekocht. Deze... Echt een Bordeaux, ja, een beetje kastanjebruinrood. Ja, op de camera lijkt het toch meer paarse, maar in het echt is het meer bruine. En dit is weer echt een roesttint. En morgenochtend heb ik weer een shoot met Laura. Dus ik ben weer even de spullen aan het pakken voor morgen die ik allemaal nodig heb. En dan ga ik die kant op. Het is inmiddels 6 uur. Ik heb weer een paar klantjes gehad. Ik heb weer wimperklantjes gehad. Ik heb nieuwe lijm binnen trouwens, dus dat is echt fantastisch. Deze lijm is wel echt een stuk beter, want ik merkte toch bij mijn andere lijmsoorten dat het sneller losliet. En nu heb ik er weer eentje gevonden en het was gelijk... de bonding was sterk, dus ik hoop dat deze nog beter effect heeft voor de wimper extensions. Ja, nou hou ik het weer voor gezien. Dus ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik naar huis. Schoentjes uit. Ghetto slippertjes aan. Waar ben ik? Vlog family! Hey! Team Sterk! Sterk in de beelden zijn. Ben jij het vloggen, Fred? Ja, ik denk ik ga maar weer eens even die camera op mijn bek zetten. Hoi, Fred. Hoi! Dit is mijn familie. Fred is mijn kind. Wat zijn we allemaal aan het doen? Mijn kind. We gaan even naar beneden. En Ryan is ook mijn kind. We leven hier met alleen maar kids. Oh ja? En dan, wat ben jij? En Ryan is boos. En wat ben jij? Let op. Boos? Ik heb vanochtend mijn haar gewassen. En ik ging het hier veunen. En, dus dat en toen had ik het daar laten liggen, want toen moest ik gewoon de hort op en druk en werk en weg. En wij niet. En weg en zo. En nu dit gewoon, nu heb ik ruzie omdat ik het op de grond heb laten liggen. Ja. En die blauwe flesje. En die tas. En die opladen en die tas. Ja. Dat doe ik toch al. Allemaal van mij. Het komt allemaal op YouTube. Oftewel, Loutje. Echte Laura. Is onze Slordevos herself. Weet je waarom die hier is? Nou. Dus. Sowieso natuurlijk, want het is gezellig. Maar normaal is hij er pas volgend weekend weer. Ja, maar klopt. Wij hebben morgen een fotoshoot. Ja. Een family portrait. Ja, en hebben we hem natuurlijk nodig. En daar hoort hij natuurlijk bij. En daar hoort de kind natuurlijk bij. Ja. Knap kind. Ja, en hij gaat natuurlijk op de fotoshoot. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik hier natuurlijk ben. Want ik heb het jullie verteld. Make-up Steven Taas.
Had ik niet eens die car van mijn mag mijn kip. Het komt in de Summer Magazine. Ja, dus echt tof. Mooie make-up dankzij Fredje. En Ryan die krijgt morgen ook smokey eyes. Ja, dus, haars en fresh. Je hebt het wel heel kort aan de zijkantjes. Want het was niet fresh. Altijd. Waarom is het zo kort? Het was niet fresh. Dus zeg maar, hier ben je helemaal kaal en hier heb je ineens haar. Ja, dat heb jij toch ook? Zie je dat, Fred, wat ik bedoel? Nee. Nou, dat is niet scherp vandaag. Zeg maar, hier is het echt heel kaal. Ja, dat is gewoon met mesje. Hier ineens gedaan. Bam, vanaf hier heb je deze. Vanaf daar komt het pas. Ja, vanaf daar is het gewoon met mesje, is het gewoon gesneden. Okay. Jij hebt ook geen haar. Maar dat kunnen we kopen. wij gaan alleen eerst even koken. Want er moet natuurlijk wel gegeten worden. En ik haat koken. Maar dankzij hem, hij stimuleert mensen om te gaan koken. Dus, we gaan koken. Ja. Rijst of hutspot? Ja, dat hoeft. Dat vind ik niet zo moeilijk. Hutspot! Dus wat gaan we doen? Aardappeltjes schillen. Aardappels staan weer op het vuur. Kip zit in de marinade. Rijst is aan het zoeken. Op Google. En kunnen we zo meteen beginnen? Intussen. Heb je het dus gevonden? Heb ik heb het gevonden, dus ik had gelijk, joh. Wel gelijk erin. Bonken. Bonken. Bonken heb ik niet in de maat. Maar gewoon zo erbij zetten. Zet het. Kijk, verkeerd om. Zo ga je nou aan twee kanten om. Hè? Wat dan? Je moet eerst je wortels. Dan haal je toch eerst je eieren eruit. Nee, want dat is dan echt dubbelwerk. Maar mij het let me do the thinking. Eerst eieren. En dan de rest. Oh my fucking soul, bad boy. Hier wordt de mens blij van. Smaak aan die kip. Uitjes in de pan. Wat ligt daar? Oh, spekjes. And watch me whip. And watch me nene. Watch me whip. Whip. Watch me nene. Kun je hier een dansje ook dan? Jij kan het dansje nog veel beter met je rode oortjes. Rode oortjes. Hij zit altijd rode oortjes. Hey, and watch me nene. Hey, and watch me whip. Whip. And watch me nene. Nene. Hey. Ja, zie je? Wisselde hij het, Koen. Hey, smakelijk. I love you. Oh. I love you. To the moon. Circle around. And back. To the where and where? To the moon, to the circle around, and to the back. Maar, rondje, terug. Ben je lekker aan het stuigen, bitch? Vanmorgen, laatste dag. En twee. Morgen komt hij helemaal vol. Fucking mooie meubels! Ik ga niet wachten. Oké, top. Oké, jongens. Zo is het nu. En Marco zie je het met meubels. Goedemorgen, mensen. Oh. Een beetje oranje. Die zag je daar komen. Goedemorgen. Jongens, het is serieus 7:50. En om 9:00 komen de mensen hier met de meubels en de materialen om te gaan shooten. Nou is dit zover. En wij gaan nu even knallen en racen en extensions in en make-up op. En dan zien we zo meteen het eindresultaat. Ik heb nu twee lightweights baantjes erin gedaan. Die zijn zo lang in één festival eroverheen. Nu heeft het nog geen geheel, dus ik ga er even krullen in aanbrengen omdat ik straks die weaves erin wil. Ik denk dat is wel mooi voor die shoot. Toch? Dus we gaan nu eerst even krullen. Dat doen wij. Tjie. Dat is een hele leuke tang. Goes back and forth. Hey. Waar wij alleen helaas nooit rekening mee houden, althans ik, is dat als je 9:00 afspreekt met mensen, staan ze 9:15 voor de deur. Maar ik heb dus helemaal in mijn hoofd, als je 9:00 afspreekt met mensen, ben ik 9:05 ben ik klaar. Nou, dat is dus weer 10 minuten te laat. Dus iedereen is al binnen. Ze zijn hier, nee, daar is de gang en dan is daar achter de andere woonkamer.
daar is het hele team nu al bezig. En goedemorgen en thee en bla bla. Terwijl eigenlijk de nepwimpers moeten nog geplakt worden. En er moet nog een beetje oogschaduw en de lipstift moet nog op. Het is heel jammer qua timing, maar 9 uur is 9 uur. 9 uur is toch weinig. Het is geen 9:15. Oh, dus we gaan even opschieten. Yeah. En dan blijft het lekker die nieuws. Zodat het mooi naast elkaar die golven heeft. Check. Oké, ik heb Laura inmiddels in de make-up gezet. Ik ben zelf totaal nog niet aan het douchen gekomen, maar dan komt natuurlijk Luca Hilliot naar me toe en die zegt: Fred, kun je alsjeblieft mijn haar veunen? Dus natuurlijk kunnen we dat. Het ziet er goed uit, grap. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Te doen. Ben je klaar om Laura Pontecorvo de zoon te spelen? Ja, ze denken toch dat ik de zoon ben, dus ja. Ja, echt hè? Okay. Ik heb volgens jullie geen moeder. En Laura heeft ineens alweer een kind van 17. Laten we hier inderdaad even wat minder vroes in aanbrengen. Fred probeert mijn hoofd uit te verbranden. Die is wel echt wel leuk. Volgende look. Yes! Ik heb weet gespot. Is dit voor mij, nou? Wat? Is dat voor mij? Voor haar. Ja. Dat is wel precies de kleur. Nee, klein. Nee. Mijn weet. Nee. We moeten hem sowieso nog opmaken. Nee, chef. Al die waves die gaan erin. Ik zie het maar. Ik zie het maar. Al die waves. Sowieso. Wel een wave. Lang haar genoeg gehad. Dan gaan we spelen. Echt niet, ik was alleen make-up, geen wave. Nee. Hoezo opeens haar? Hoezo? Hoezo alleen make-up, wat denk jij? Hoezo haar opeens? Oké, ik heb net Laura de make-up gedaan, maar vanmorgen vroeg al. Zie je gedoe, ik zal meteen nog eventjes een touch-up, want eigenlijk is alles klaar. Alleen een hoekje moet nog even bijgewerkt worden. Luca heb ik in de make-up, een beetje zijn wallen weggewerkt, want dit jong slaapt gewoon te weinig. Zijn haar heb ik geveund. En van Raya's ook. Ryan die is zich voor aan het bemoeien. Ze zijn helemaal de meubels nu aan het in elkaar zetten. En oh my god, het wordt zo mooi. Maar goed. Babe, kom hier met je hoofd. Yes, yes. Fix it. Er staan onze tanden te legen. Want ze hebben hier bij de beste bakken van Nederland. Allemaal van dit soort dingen. En het is echt te lekker. Sowieso. Ze zijn nu voor hoeveel mensen? 13 man of zo. 13 man broodjes aan het halen. En oh, zometeen moeten we ook nog hoeveel koffie halen? 6, 8. 6? 8. Met suiker, zonder suiker, cappuccino's en latte's. Hoi. Hoi. Nou, ondertussen is hier de hele setting gaande. We zijn nu bezig met de boel neerzetten. Mevrouw en meneer, Mrs. en Mr. Oh, het schermen voor. Het schermen voor. Dat is een goede grap. Die staan een beetje te kijken of ze nog wel lipstick of tanden hebben. Kopjes gereed. En de Riviera met zo'n shoot kan het beginnen? Ja, ja, maar laat ze zien nou. Nou, een keer met je hoofd en heel goed. Ja, zo. Ja, goed zo. Mijn hand, deze hand. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Zo. Ja, zo. Ja. Ja. Zo, mooi. Mooi. Nou, dit is leuk voor jongens. Ja. Mooi. In de schoen? Ja, dat kan. Ja, ze zeggen we. Die lamp maar even weg. Dat is het blik. Net dat openingetje erin, hè? Ja, dat lacht wel. Kijk. Ik heb daar echt een dikke lippen voor mij. Oké, guys, het zit erop. De shoot is gelukt. Ben je tevreden? So fucking happy. Ja. Jongens, ik kan jullie niet uitleggen.
jullie gaan het allemaal zien in mijn vlog binnenkort. Ja. Hoe fijn het is dat die kale lege ruimte nu is gevuld tot een woonkamer. Ja. Dat we eindelijk echt kunnen theeleuten daar. Ja. Oh, zo fijn. Zo mooi. Ik wil het jullie eigenlijk heel graag laten zien. Maar dat komt gewoon binnenkort. Eerst natuurlijk op het kanaal. En oh mijn god. Nou, het is allemaal gelukt. Haar, make-up, the boys. When you guys think I'm pretty, it's because of Freddy. Ja. Ja. Popje, dankjewel. Kom door jou, want ik zie er nooit zo uit zonder jou in mijn leven. Dit effect krijg ik niet zonder jou. Dus all you ladies out there... Wil je je een keer mooi voelen, gewoon die ene dag, want je hebt een etentje of een uitje of een bruiloft of whatsoever. Je hoort het. Call Freddy, Fredje, red ik het hè? En laat je opmaken en voel je gewoon mooi, dat straalt het uit. Dat is zo bijzonder wel voor een vrouw, dat wil je gewoon af en toe voelen. Ja, dat had jij wel net ook met die foto's, dan ben je gewoon gelijk klaar. Ja, hoe ik vanochtend wakker werd, dacht ik, oh. Dit wordt weer helemaal niks. En nu denk ik, dankjewel. Gewoon, thank you so much. Ik ga lekker werken. Maar oké. Ja, doei. Vond je de video trouwens leuk? Duim. Duimpjes omhoog. Geen duimpje. Gewoon een dikke vet duim. Dikke vet duim. En vergeet niet te abonneren. Check even die kanalen. En zie je de volgende video. Doei. Doei.